Hi Stijnbok, leuk je kijken in de korte weekhoroscoop van Amandala. En deze week is het voor week nummer 40. En dat is voor maandag 3 oktober tot en met zondag 9 oktober. Dan een kaart schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het Stijnbok alsof deze week een week is waarin er toch wel sprake is van vrolijkheid en gezelligheid, lekker bezig zijn. Maar ik heb ook het idee dat je echt even wat tijd neemt om gewoon inspiratie op te doen, om gewoon wat dingen te verwerken. En waar je normaal gesproken meteen in de verwerking schiet, heb ik nu het idee dat je die alles wel lekker naar binnen laat komen, maar dat je ook echt de tijd neemt om erover na te denken. Dat je misschien zelfs wel even weglegt om er later nog over na te denken. Omdat er toch wel meerdere kanten inspiratie vandaan komen, maar je het zelf nog een beetje aan het zoeken bent hoe je het misschien wel binnen moet laten. Het kan zelfs ook zo zijn dat er een stukje binnenkomt waarbij je niet meteen iets kan plaatsen of waarbij je later heel anders kan gaan kijken. En je lijkt het deze week ook eigenlijk wel aan te voelen, het niet helemaal te kunnen benoemen. En het is een stukje wisselwerking wat voor mijn gevoel je intuïtie ook heel erg met je meespreekt van nee, het is niet zo zoals het nu lijkt, geef het even de tijd. En dat lijkt je deze week dan ook echt ten harte te gaan nemen. En ik heb het idee dat er daarom zeg ik al genoeg beweging is voor dat grote besluit. Dat wordt deze week zeker niet genomen, want je moet er echt wel een beetje ook met je hoofd en je hart in balans daartussen zijn. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik wil natuurlijk heel graag wat je van hebt gevonden. En ik wens sowieso een super fijne week.